In Nederland is het best gebruikelijk dat je als werknemer invloed hebt op je werkomgeving. Meedenken met de organisatie en je ergens onderdeel van voelen. Dat noemen wij medezeggenschap. En dat medezeggenschap is eigenlijk iets best bijzonders. Iets waar wij in Nederland trots op mogen zijn. Maar hoe is dat eigenlijk zo gekomen? De basis is gelegd voor onze CAO, een beetje aan het eind van de 19e eeuw, toen wij het kinderwetje van Van Houten kregen. En dat is eigenlijk een belangrijke stap in het begin van de arbeidersemancipatie. De arbeiders kregen door van als we ons verenigen, dan gaan we samen sterk staan. In 1903 werd er voor het eerst een grote staking uitgeroepen. Dat was de spoorwegstaking. En dat resulteerde in allemaal verschillende vakbondjes eigenlijk. Spontane initiatieven, strakker geleide initiatieven. Vandaaruit is eigenlijk de vakorganisatie doorgegroeid. En is in 1907 de eerste bepaling over een CAO in de wet gekomen. Dat is de eerste bepaling waarin staat dat als er een CAO is, je niet daarvan mag afwijken. Wat hier vandaag gebeurt, is een massale uiting van solidariteit. Vanuit die beweging is ook veel meer aandacht gekomen voor de ongelijkheidscompensatie van werknemers. En dat heeft geresulteerd in allerlei wetgeving, zoals de Arbo-wetgeving, arbeidstijdenwetgeving. Sommige zaken zijn van veel later datum, maar alleen al het feit hoe je loon betaald wordt en dat je een loon krijgt op een vast moment. Dus dat zijn belangrijke verworvenheden. Medezeggenschap blijft gewoon een heel belangrijk thema. We zien dat de afgelopen 100 jaar de regulering van arbeid heel veel welvaart en welzijn voor werknemers heeft opgeleverd. Dat blijft aan de orde van de dag, omdat je nu ook ziet dat er nieuwe sectoren opkomen, of uitingen van de nieuwe economie, bedrijven met meer een tech-achtergrond, waar de regulering van arbeid nog niet op orde is. En dan zie je bijvoorbeeld dat iets als concurrentie op arbeidsvoorwaarden weer mogelijk is. En dat willen we eigenlijk voorkomen, hè, dat daarop geconcureerd kan worden. En de kwaliteit van de arbeid, hè, dat die zo hoog mogelijk is. En daar is de CAO nog steeds ontzettend belangrijk voor en zeker ook medezeggenschap op de werkvloer zelf. De wet geeft eigenlijk verschillende aanknopingspunten in Nederland. We kennen dan de wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. En we hebben de wet op de ondernemingsraden. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdpijlers. De wet op de ondernemingsraden, die noemen we ook wel de WOR, geeft eigenlijk aan de ondernemingsraad in een organisatie de mogelijkheid om adviesrecht of instemmingsrecht te hebben over een bepaald onderwerp. En ook is het zo dat de OR afspraken kan maken met de ondernemer over een bepaalde materie. Dat noemen we de ondernemingsovereenkomst. Als we het hebben over het verschil tussen publiek en privaat, dan zou je kunnen zeggen dat er tot 2020 voor wat betreft de CAO nog een belangrijk verschil was. Wij kenden in de marktsector, in de private sector, dus die wet op de CAO. Maar in de ambtelijke sfeer was het heel anders geregeld. Daar had je aanstellingsbesluiten. En dat is allemaal genormaliseerd. Dat noemen we eigenlijk de normalisering van de ambtenarenstatus. Die is in 2020 gerealiseerd. En dat heeft ertoe geleid dat alle ambtenaren nu eigenlijk ook gewoon met het CAO-recht te maken hebben. Met een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld voor defensie, politie en de rechterlijke macht. En voor wat betreft de ondernemingsraden of de wet op de ondernemingsraden was dat al sinds 1995 het geval. Met uitzondering van ja, het zogeheten primaat van de politiek. Daar is dan nog een kleine uitzondering voor. Het feit dat wij in Nederland dit stelsel van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap hebben, brengt heel veel welvaart, welzijn, arbeidsrust. Hè. Je hoeft niet meer in je eentje tegenover een machtige werkgever te onderhandelen. Heel veel dingen zijn natuurlijk gewoon geregeld. En dat is meteen ook de valkuil die we in dit tijdsgevricht hebben, dat veel werknemers zich niet realiseren dat het één een verworvenheid is en twee dat er eigenlijk ook een grote connectie is tussen een vakbondslidmaatschap en het kunnen genieten van de CAO. Het lijkt wel bijna vanzelfsprekendheid, maar het is natuurlijk eigenlijk de bedoeling dat je je aaneensluit. En dat is iets klinkt een beetje ouderwets, maar het is eigenlijk nog steeds heel actueel.